staan hier met Joël van Pris. Wat is je functie? Mijn functie is voorzitter van de Pris. Ik mag deze groep, deze organisatie leiden. En wat doet Pris eigenlijk precies? Pris is een netwerkorganisatie die opkomt voor de belangen van de mantelzorgers in Brabant, Noord-Brabant. We zijn door de provincie gesubsidieerd. Dat wil zeggen dat de provincie in het verleden heeft ontkend dat de belangen van de mantelzorgers goed behartigd zouden moeten worden. Dat heeft een beetje gelijktijdig plaatsgevonden met het feit dat er een regiovisie ontstaan was, waarin er vier regio's in Brabant waren gemaakt. Noordoost, Zuidoost, Midden- en West-Brabant. En wij zijn daarop ingesprongen door ook platforms te ontwikkelen en platforms tot stand te brengen die binnen een regio met ieder zijn eigen omvang, met zijn eigen structuur, met zijn eigen veel dorpen, veel steden, noem maar op, om daar van daaruit te kijken of we vanuit de platforms belangen voor de mantelzorgers kunnen gaan behartigen. En net als vandaag heeft dat dan ook een positief effect op de vindbaarheid van Bris voor mantelzorgers? Ik denk dat daar waar jij probeert te profileren en op te komen en duidelijk te maken waar je voor staat, dat dat altijd, dat is al niet vandaag en het is natuurlijk een beperkte groep, er zijn er veel meer. Maar ik geloof in het principe, je hoort het, je vindt het, je ziet het om je heen en je hoort het weer van een ander. Er zijn natuurlijk met ICT ontzettend veel mogelijkheden waar we ook vanuit moeten gaan. Dan denk ik dat je daar heel veel kansen hebt. En moeten zeggen van, hey, wat kan ik voor jou betekenen? Wat kun jij voor mij betekenen? Excuses. Mag ik u wat vragen? Ja, natuurlijk. Wat gaat u meteen aan het doen? Dit is de netwerkplaats, dus er wordt hier heel hard gewerkt straks aan de profilering van Bris. Want het bestuur wil dat die Bris wat strakker in het profiel komt te zitten. Dus daar gaan wij straks hard aan werken met elkaar. En hoe gaan ze dat doen? We gaan daarvoor een spel spelen, dat is het identiteitsspel. Dus met z'n allen bepalen we wat voor persoonlijkheid die Bris is. Wie dat is, wat de voorkeuren van de Bris zijn, hoe de Bris eruit ziet. Waardoor het straks makkelijker wordt om te communiceren namens de Bris en over de Bris. Dus het is echt de bedoeling dat de Bris een merk gaat worden, dat zodra het Brisbijtje in de buurt komt, dat elke beleidsmaker gelijk al de kriebels krijgt van, oh god, ze gaan weer prikken, ik moet achter iemand zorgen. We hebben te maken met een illegale mantelzorger, want meneer heeft geen sticker. Ik ben ook geen mantelzorger. Oh, nou wie bent u dan wel? Ik ben voorzitter van de cliëntenraden van 14 verpleeg- en verzorgers. Wat denkt u dat er bereikt wordt vandaag? Ik denk dat dit soort symposium, zeg maar, of congressen, hoe je het noemen wilt, nou best veel bereik is naar de mantelzorger die uiteindelijk de meeste zorg heeft. En dat gebeurt niet in de verzorging in de verpleeghuiswereld, maar puur thuis. En die zorg die blijft steeds meer worden. En wordt ook steeds meer. Want het is niet zo dat wat er vandaag stopt, dat het morgen weer minder wordt. Nee, dan komt er alleen maar meer mensen bij. Want de mensen worden steeds ouder. En hoe ouder dat we worden, hoe meer gebreken dat er ook gaan komen. Bij mij, ik ben nu 65. Dan kom ik in het begin met een pilletje en dan wordt steeds meer. Maar dat is bij die oudere mensen van 80, 90 jaar, die er niet over. En dan komen ook weer de ziektes die heel lang verborgen blijven. Die ze weten te verbloemen. En dat is onder andere dementie. Ze ontkennen dat ze iets mankeren. Uw vrouw wordt hulpbehoevend. Door wat voor ziekte dan ook, of een hersenbloeding, of een herseninfarct, of dementie. U ontkent het. U ziet het niet, want zij weet daar redelijk mee om te gaan. Dus u gaat nog niet om hulp komen. Zodra de lippen, of het water aan uw lippen staat, dan gaat u de weg zoeken. En dan ben je eigenlijk te laat. Dus dat is het grootste probleem dat er is. De mensen onderkennen en ontkennen de ziekte die ze hebben. Als ik 40 jaar met mijn vrouw getrouwd ben en wij zijn kinderloos en wij komen allebei thuis te zitten, zeg maar. Ja. En je hebt geen vrienden en geen kinderen. Ja, dan vereenzaam je. Dat is het grootste probleem. En zeker in de oudere zorg.